Je had het over Sinterklaas net, Jeroen Pauw niet echt. Maar hoe vond je Hans Steeuwen? Hans Steeuwen is altijd leuk. Hans Steeuwen is goed? Hans ja? Steeuwen is altijd leuk. Even kijken, Hans Steeuwen. Komt-ie, Hans Steeuwen. Die jongens verdienen goed. Die jongens worden goed behandeld. En als er iemand hier als een slaaf behandeld wordt, dat is deze jongen hier die hier zit. Je zou gezegd hebben tegen een van uw pieten, op een soort piet zie je blauwe plekken niet. Ik geloof niet dat u werkelijk ook maar een flauw idee heeft van de stress, de spanning die erbij komt kijken. Vallen er harde woorden in een oorlogssituatie? Ja, soms vallen er wel eens harde woorden in een oorlogssituatie. Wordt er wel eens gesnauwd naar elkaar? Ja, er wordt wel eens gesnauwd met elkaar. Wordt Sinterklaas wel eens een beetje boos? Ja, natuurlijk wordt Sinterklaas wel eens een beetje boos. Zit het Sinterklaas wel eens tot hier? Ja, natuurlijk zit het Sinterklaas wel eens tot hier. Pak Sinterklaas wel eens iemand bij de stolt en zegt, als je nou godverdomme niet gewoon je taken uitvoert, dan sla ik het bloed uit je ogen. Ja, natuurlijk gebeurt dat. En ik zit op mijn oude dag nog op een paard op een dak. Dat was wel eens geprobeerd. En dan gaat het over wat ik gezegd zou hebben tegen een piet over blauwe plekken. Kak er lekker op. Hansie. Johan, kan hij? Jawel, maar ja. Ik vind Hans Steeuwen altijd leuk. Dat is eigenlijk de leukste in Nederland. Ja, maar Marco is de beste. Sinterklaas. Ja, Marco, ja. Nee, die is nog nooit overtroffen. Daarom is het zo jammer dat hij niet komt. Dat vond ik al een hoogtepuntje. Ja, oh, dus nu is Sinterklaas aan het dansen. Ja, dat is wel grappig. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.